Hoi, leuk dat je kijkt naar mijn prutsvlog. En deze keer ga ik een huis met een rieten dak bouwen. Verschillende mensen vroegen me of ik eens een huisje met een rieten dak kan bouwen. En dat is precies wat we nu gaan doen. In prutsvlog 32 heb ik dit polderhuisje in 0.5 gemaakt. Maar hetzelfde huis heb ik een maatje groter gebouwd in 1 op 43.5. En op deze versie ga ik een rieten dak zetten. Je zult zien dat de uitstraling van het huis er best wel door verandert. Maar ik denk dat dat heel goed kan. De grote versie is anders gebouwd dan de kleine versie. Ik heb de muren gegraveerd uit MDF. Ik heb ze gespoten en ettelijke baksteentjes met het perceeltje en net iets andere kleur gegeven. Zo krijg je lekker levendige muren. De ramen zijn opgebouwd uit 5 laagjes karton en ook gespoten. Het huisje heeft een compleet interieur en zelfs een volledig ingerichte wc. Alles bij elkaar is de grote versie behoorlijk meer werk dan de kleine versie. Maar ja, dan heb je ook wat. Het dak dan. Ik maak eerst een onderdak uit foamboard. En daarvoor gebruik ik het liefst de zwarte versie, zodat je straks nergens een witte naad ziet. De basis van het rieten dak modelleer ik uit hetzelfde foamboard. De tweede laag komt op het onderdak te liggen en steekt een beetje uit aan de zijkanten. Ik wil niet dat er ook maar iets van wit doorschijnt en daarom spuit ik alle witte plekjes van het dak even matzwart met de airbrush. Hoe kom je van zo'n klont foamboard naar een rieten dak? Met gras. Ik zet er een laag grasvezels op met een elektrostatische begrasser. En dat klinkt misschien raar, maar dat komt helemaal goed. Rieten daken zijn vaak veel te grof in model. Kijk maar eens naar een echt huis met een rieten dak. Het is eerder een egale massa dan herkenbare strenge riet. En grasvezels komen qua structuur heel aardig in de buurt. De kleur van het gras doet er niet toe. En je zult zo zien waarom.
In het groen is het dak ook best leuk, maar we gaan er toch een rieten dak voor maken. De lijm heb ik goed laten drogen. Nu pak ik acrylverf uit de tube en meng er een bruinige rietkleur van. Met de grote kwast smeer ik het dak in de verf en strijk de vezels omlaag. De vezels blijven in deze richting in de lijm plakken en zo krijg je de structuur van een rieten dak. Met het schilderen van het dak zijn we er natuurlijk nog niet. Er moeten nog twee schoorstenen op. De basis van de schoorstenen heb ik tegelijk met de muren gebouwd. Nu maak ik er rookkappen bij en zet ze in het dak. Het dak is niet compleet zonder de nok. De meeste rieten daken hebben halfronde gemetselde rietvorsten. Je kunt ze maken van plastic profieltjes. De juiste maat heb ik even niet op voorraad en daarom ga ik ze 3D printen. De rietvorsten heb ik al getekend in Onshape en nu duw ik ze uit mijn goedkope Chinese 3D printertje. Daarna ga ik ze spuiten, schilderen en monteren. Voor het daklood rond de schoorstenen pak ik de aluminium capsule van een wijnfles.
We zijn er bijna. Het huisje wil ik nog een beetje vervuilen. Daarvoor gebruik ik verschillende kleuren krijt. Het polderhuis met het rieten dak is klaar en ik vind het een heel leuk model geworden. Het is hetzelfde huis als het kleine exemplaar, maar met het rieten dak ziet het er toch heel anders uit. En zo'n rieten dak doet het sowieso altijd wel leuk. Ik weet nog niet wat ik ermee ga doen, maar dat zien we een volgende keer wel. Vind je mijn video's leuk? Abonneer je dan op mijn kanaal. Dan hoef je het volgende prutsvlog niet te missen. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer!